Tijdens de oefenwedstrijd Ameloos Amateurs tegen Heracles werd gevierd dat de tribune hier op de achtergrond 100 jaar bestaat. De Engelse houten monumentale tribune. Herma Hennen, bent lid van het bestuur tot behoud van de tribune. Waarom is de tribune afgesloten met Roodwind Lint? Afgesloten is die omdat hij eigenlijk niet meer veilig is. En omdat de gemeente heeft gezegd dat hij dus afgesloten moet worden voor publiek en voor iedereen. Is het jammer genoeg, moesten wij dus met het vieren van dat die tribune 100 jaar geleden gebouwd is, hebben we hem af moeten sluiten. En dat hebben we gedaan. En dan moet je natuurlijk ook allerlei rapporten daarvoor hebben. We hebben daar Monumentenwacht voor ingeschakeld en die hebben een inspectie uitgevoerd. En dat was eigenlijk, de uitslag daarvan was desastreus. Omdat hij dus eigenlijk direct gesloten moest worden. De boktor zat erin, er zitten zwammen in en de constructie is aangetast daardoor. Dus dat is heel jammerlijk, want ja, dan moet er veel meer gebeuren dan alleen maar het nodige schilderwerk wat wij dachten. Hij is onveilig. Hij is dus eigenlijk onveilig, ja. En hij is nu helemaal gestut aan de binnenkant. Maar hij is tot nu toe altijd nog gebruikt dus tijdens de wedstrijden van AVC Heracles? Ja, ja. Er zitten elke zaterdag en zondag, wanneer de wedstrijden zijn, zitten dus publiek op. En die kunnen dus de wedstrijd hier op het hofveld bekijken. En daar wordt ook veelvuldig gebruik van gemaakt. Nou, mag je blij zijn dat er niks is gebeurd? Nee, maar wij zien dat niet zo heel erg in. Hij is natuurlijk wel onveilig, wordt hij verklaard voor als daar 300-400 mensen op zitten. En die zitten er natuurlijk in het weekend nooit op. Dan zitten er maar tientallen mensen op. Okay. Wat moet er nou gebeuren? Er moet dus nodig, het schilderwerk moet allemaal gebeuren, was de aanleiding daartoe. Maar het is nu dus veel, veel omvattender. Dus er moet eigenlijk de rapporten zijn nu dus, we willen subsidie aanvragen bij het Rijk, bij de provincie en bij de gemeente. En als die allemaal klaar zijn, dan willen we dus helemaal goed schilderen en goed onderhouden hebben. Dat alle rotten delen, dat de boktor bestreden is en dat we hem dus helemaal weer als nieuw, als 100 jaar oud weliswaar, in die staat herstellen. Maar moet het hout worden vervangen, deels of in zijn geheel? Er zal deels natuurlijk wat verrot is en waar de schimmel in zit en waar het niet uit kan, de boktor kun je bestrijden. Maar ja, als die dusdanig delen allemaal heeft aangetast, ja, dan zal dat vervangen moeten worden. Maar wel in de geest, dat kan niet met hout van 100 jaar oud, maar wel in de geest van... Ja, want het is een monument. Het is een rijksmonument. Een ander bestuurslid, Egbert Willems, heeft al geopend om het naar het terrein van de profs van Heracles over te brengen. Dat is nog een idee, dus dat moeten we nog verder uitwerken. Maar dat zou een idee kunnen zijn wanneer we zeggen van we willen hem behouden. En dat is onze redenatie dat we dat willen. Daar is onze stichting voor, dat willen we. En dan zou het kunnen zijn wanneer hij dus helemaal klaar is, dat we zeggen hij is om hem verder nog weer 100 jaar te behouden. Zou bij Heracles meer de middelen zijn om hem te behouden dan hier bij AVC. Maar AVC is er niet blij mee. AVC is er niet blij mee. Nee, dan kan ik ben ook lid van AVC Heracles. Ja. Dus in die geest zeg ik ook, hij staat hier mooi. Hij staat hier prachtig. Maar voor mijn motivatie is, hij moet behouden blijven. En dan hebben we meer geld nodig dan we hier kunnen genereren. Hoeveel geld heb je nodig? Ja, nu in eerste instantie denk ik dat we bij de 3 ton uitkomen. Ja. Zeg ik, als alleen het schilderwerk al een dikke 120.000, 130.000 is, dan hebben we nog veel meer. Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden. Egbert Willems schijnt zich helemaal niet zoveel zorgen te maken trouwens. Nee, hij is er optimistisch over, dus dat wil ik heel graag overnemen.